mensen. Het nieuwe Brawl Pass seizoen is er eindelijk. Dat weer tijd. Nou, niet per se. De nieuwe knokker Lou is er. Maar het eerste wat ik ga doen is de Brawl Pass activeren. Want er is code. Als je midden in de nacht 01700 doet. Als code. Dan zou je 170 edelstenen moeten krijgen. Ik ga de Brawl Pass kopen. In 3, 2, 1. Ik heb het gekocht. Ik heb de Brawl Pass officieel gekocht. En ik heb weer 12 edelstenen. Ook altijd heel fijn. Toch? Oké. Ik ga wel even gelijk de skin van... Yeah boy! Dynamite pakken. En ik ga kijken... wat Lou is. Ik ga kijken hoe goed Lou is. Ik ga alles vertellen over Lou. Wat ik hier kan zien. Oké. Oeh, heel weinig levens. Heel weinig levens, dat moet ik zeggen. Damage ook niet per se supergoed. Lou, maar blijkbaar kan hij wel iemand bevriezen. En wat is, zou zijn attack zijn? Die ga ik even hier doen. Boom. Vangen. Zodat iedereen daar, is iedereen daar bevroren of zo? Wacht, anders ga ik het even hier proberen. Oh, nee. Even kijken. Als hij bevroren is, ja, oké. Okay. Ik vind hem... ja, niet per se zo goed. Nou, hij heeft dus niet veel levens, maar zijn attack... ik weet niet wat zijn attack doet. Ik denk dat hij ze langzaam bevriest of zo. Ach, joh. Nou, ik... een beetje matig wel. En jongens, ik heb ook nu 2 knokkers rang 20, namelijk Colt en Bea. Oh, en heel sad wel. Maar ik heb weer, mijn vorige video is niet goed gegaan, daar heb ik Mortis en ik weet het niet zeker, maar volgens mij ook Ems gekregen. Dat was de video van vorige week maandag, maar die was dus, ja. Oké, hoe dan ook, ik heb nu niet heel veel opdrachten, maar ik wil, ga er wel even... 1 voltooien en dat is 8 gevechten winnen met Rico. Dat ga ik in Duo Showdown doen. Als het nu niet lukt, want het is tussen de middag met school. Want dat heb ik. Sommige scholen niet, I know. Ja. Dan ga ik het wel sowieso even afmaken. En dan ga ik in de middag in een video... ga ik misschien ook wel gewoon alle dozen op... misschien ga ik ook wel elke maandag en donderdag uploaden. Maar dat is nog niet zeker, jongens. Oké. Okay. Daar is een bow. Die kan me niet heel veel doen, denk ik. Oké, boom. Even richten. Zo, 1 hit. Kan ik die... nee, die Nita kan ik niet... ah, ik speel met mijn Nita en die is dood. Sad. Oké, die Ems en die Shelly kan ik op zich wel killen, denk ik. Oh, nee. Poep, 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 poep. Nee. Ah, sad. Oké, hoe dan ook. Ik heb verloren. Heel sad, altijd. Oké, ik ga wel even kijken naar de opdrachten... ik denk trouwens ook dat ik elke dag gewoon, ja, al mijn dozen ga openen. Hoe dan ook, ik heb hier Ems of met Rico. Ja, dan is Rico wel even een betere. Maar eigenlijk was dit het enige wat ik wil laten zien. Het enige wat ik nu nog ga laten zien is een grote doos openen. Waar ik niks uit ga krijgen, omdat het gewoon onmogelijk is. Als ik hier iets uit ga krijgen, ga ik huilen. Yeah boy, ik hoef niet te huilen. Hoe dan ook, ik ga ook even de skin bekijken. En dat is een Koning Lou skin. Oh, die ziet er wel sick uit. Hoe dan ook, super tof dat jullie hebben gekeken naar deze video van 4 minuten 1 seconde, 2, 3, 4, 5, een paar seconden. Wil je deze pennet opwinnen? Geef dan een like. Koop ook vooral een van mijn sokken. Op binkersgamer.nl. Ze zijn nog niet uit, maar ja... komt nog wel. En dan zeg ik adios. Doei doei.